Hoeveel belasting betaal je eigenlijk als je een BV hebt met een jaarlijkse winst van 160.000 euro? In dit voorbeeld rekenen we met de volgende cijfers. Je hebt dus een jaarlijkse winst van 160.000 euro. Het DGA-salaris is 56.000 euro. En je doet nog een dividenduitkering bovenop de DGA-salaris van 20.000 euro naar privé. De belastinglast kun je dan als volgt uiteenzetten. Je hebt allereerst loonbelasting over je DGA-salaris, 18.000 euro. Daarnaast betaal je nog een vennootschapsbelasting, VPB, over je winst van 20.000 euro. Ook betaal je nog dividendbelasting van 5.000 euro. Je totale belastinglast is in dit voorbeeld daarmee 43.000 euro. Wil jij dit als DGA nu voor je eigen cijfers kunnen uitrekenen, zodat je een overzicht hebt over je belastinglast dit jaar? Download dan de template BV opzij zetten voor je belasting via thehappyfinancial.com/shop.